Goed, dus het tweede videogesprek met Martin Vrijland. Goedemiddag, Martin, 23 Hi. oktober. We gaan het vandaag hebben over ebola en dan voornamelijk over de hele crisis rondom ebola. Ja, ik zou zeggen Stefan Wal. Ja, nou ja, goed. Ja, ik heb eventjes kort een inleidend verhaaltje gemaakt, omdat denk ik toch, ja, het is natuurlijk een onderwerp wat veel in het nieuws geweest is. Ja, we hebben eerst de MH17-ramp gehad, nu hebben we de ebola-hype, om het maar zo te noemen. En ja, de vraag is natuurlijk vooral, wat is dat precies, ebola? Ik denk dat we daar eerst eens wat op in moeten zoomen. Ja, we hebben wat bekende namen gezien, Chris Brown, Kim Veenstra, die gezegd hebben van ja, er zit misschien wel een andere reden achter dat ebola-verhaal. Ja, dus de grote vraag is, wat is ebola nou precies? En het is misschien nuttig om dat een keer in de vorm van een filmpje te doen, omdat ik ook al wat artikelen aangeweid heb. Maar niet iedereen heeft zin om te lezen. En soms is een filmpje ook handig om te laten zien aan anderen. Ja, om te beginnen is het naar verluidt een virus wat afkomstig is van vleermuizen. Nou ja, dat is een populaire voedsel in Westelijk Afrika. En mensen roosteren dat. Dus ja, als je dat als voedsel gebruikt, moet je het ook vangen. En dat levert dus mogelijk besmettingsgevaar op. Maar ja, dan hebben we het over het origineel van een virus, hè. Want ja, we hebben ook bijvoorbeeld met het Mexicaanse griepvirus gezien dat je wel een origineel virus kan hebben, maar dat laboratoria dat vaak gebruiken om een nieuw virus te creëren, zoals er in Amerika, in de buurt van Michigan, als ik het goed heb. Ik heb het op mijn site staan, een laboratorium die het Mexicaanse griepvirus, laten we zeggen, selecties heeft gemaakt in de meest gevaarlijke strengen. En die op die manier een virus heeft gecreëerd dat op dit moment nog onbestrijdbaar is. Nou ja, dat zou dan bedoeld zijn voor laboratoria om tests mee te doen om vaccinaties te ontwikkelen en dergelijke. Ja, we hebben het wel over levensgevaarlijke tests, want je moet er dan van uitgaan dat er geen bom op zo'n laboratorium valt, of iemand per ongeluk een keer de deur open laat staan, of een hacker de beveiliging bij het kraken, of noem maar al allerlei doemscenario's op die er eventueel mogelijk zijn. Maar goed, dus het ebola-virus, oorspronkelijk vleermuis. Nou, wat is nou zo opmerkelijk? Je hebt in Amerika, heb je op dit moment, is verantwoordelijk voor de bestrijding van het ebola-virus, is het Center for Disease Control, CDC. Nou, de president van die organisatie is regelmatig al in het nieuws geweest, is ook vorige week geïnterviewd door het congres, allerlei kritische vragen gesteld. Maar wat gewoon heel erg opmerkelijk is, is dat op 16 november 2007 het virus Ebola gepatenteerd is. En dat virus heeft de naam Ebobun gekregen. En dat is de zogenaamde Bundibugyo variant van het Ebola-virus. Je kunt alleen een patent ergens op aanvragen als je het zelf gemaakt hebt. Ja, dus dat zou dan inderdaad betekenen dat ze inderdaad weer aanpassingen gedaan hebben aan het virus, of bepaalde strains geselecteerd hebben. Zeer opmerkelijk is ook de omschrijving van het patent. Dus namelijk luidt die als volgt. De uitvinding is gebaseerd op isolatie en identificatie van een menselijk ebola-virus, genaamd Bundibugyo. Nou ja, dus je zegt het al, de vraag het al terecht. Dus in feite hebben ze een virus geïsoleerd. En ja, daar willen ze blijkbaar iets mee doen. En ja, wat willen ze daar dan mee gaan doen? Ik kan er twee dingen mee doen. Doemscenario, biologische oorlogsvoering. Een positief scenario, dus een vaccin ontwikkelen. Maar goed, daar komen we nog later op. Het is op zich opmerkelijk dat je een virus patenteert. Ja, nou goed. Wanneer werd ebola nou voor het eerst geconstateerd? Dat was in 1976 in Zaïre, langs de Ebola-rivier. Ja, goed. Het is duidelijk dat het virus dus zijn naam aan de Ebola-rivier dankt en aan het voor het eerst verschijnen in Zaïre, rondom die rivier.
Nou, ik las interessante artikelen over, of vandaag ook een interessant stukje over de werking van virus in het lichaam. En die schrijver, ik zal het ook op mijn site zetten, ik zal bij het filmpje een begeleidend artikel plaatsen. Die schrijver merkt op dat cyanidevergiftiging of andere giffen in het bloed ervoor zorgen dat virusorganismen zich sneller reproduceren dan in een onvergiftigd lichaam. Dus het virus heeft de neiging om zichzelf te verdedigen tegen het gif, dus gaat hij zichzelf reproduceren. En ja, wat blijkt nu ook, dat bijvoorbeeld cyanide heel erg veel wordt gebruikt bij goudwinning. Je hebt in Afrika heb je veel gebieden waar mensen proberen ja, toch uit de armoede te ontsnappen en met gebruik van cyanide en andere, ja, vooral cyanide, goud te delven, omdat het nogal veel in de natuur voorkomt in Afrika. En ja, zo zag je ook dat in 1994 in Gabon, ik weet niet of de naam goed uitspreek, maar het is het westelijke land wat ten westen van Congo ligt, dat je daar drie goudwinkampementen had, waarin het ebola-virus ja, weer uitbrak. En zo zijn er meerdere malen ebola-uitbraken geweest. Maar ja, die vervaring, die cyanidevervaring, zou dus een rol kunnen spelen. En dan kom je eigenlijk alweer op het volgende punt. En dat heb ik ook op mijn site gezet en ook in het korte praatje voor Phoenix uitgelegd. Dat er in augustus 2014 een artikel verscheen in een Monroviaanse site, of een Liberiaanse site, moet ik zeggen, uit de hoofdstad Monrovia, waarop gemeld werd dat er waterbronnen vervuild werden. Nou, in dit geval met formaldehyde. En, maar je zou dus kunnen zeggen, die vervuiling, die gifstoffen in water, en in dit geval was het opzettelijk gebeurd, een man werd betrapt bij een bron, waarbij hij die stof in het water wilde gooien. Ja, dat, laten we zeggen, die vergiftigingen dus ervoor zorgen dat ebola zich extra snel kan manifesteren in landen waar watervervuiling optreedt, middels vergiftiging uit bijvoorbeeld ja, iemand die bewust het water vergiftigt, zoals die man die betrapt werd en die toegaf dat er meerdere agenten waren die water aan het vervuilen waren. Maar het kan ook zijn uit ja, goudwinning en andere, mogelijk andere grondstoffen waarbij gifstoffen gebruikt worden die vervolgens in het grondwater of in het drinkwater belanden. Misschien mag ik er nog even op inhaken, want de andere kant daarvan is natuurlijk dat de verschijnselen, de vergiftigingsverschijnselen die mensen krijgen van bijvoorbeeld formaldehyde of je weet ook van een andere gif wat daar verspreid is, die verschijnselen kunnen ook heel erg lijken op de verschijnselen van ebola besmettingen. Dus dat het niet ebola zeg maar versterkt, maar dat mensen zeg maar verschijnselen krijgen die als ebola worden weggezet, juist om te faken dat er een ebola epidemie aan de gang is. Dat wilde ik ook maar eventjes daarbij aanstippen. Ja, bij die vergiftigingsverschijnselen. Perfect, ja, hele goede aanvulling. Nou ja, goed, dat is denk ik in grote lijnen de introductie. We kunnen heel erg in detail uit gaan wijden op, maar we willen de filmpjes vooral kort houden voor nieuwe lezers, nieuwe kijkers. En dus ja, vooral nou ja, dat het patent wat het CDC heeft aangelegd in november 2007 mag wel zeer opmerkelijk worden genoemd. En daar moeten we denk ik ook nog eens wat extra op inzoomen. Maar ja, dat is wat mij betreft inleidend vooral wat ebola is. Oké, nou noem je net een paar landen, hè? Gabon en Tanzania. Grappig is dat die landen, Zaire inderdaad, die landen die hoor je nu helemaal niet meer in deze crisis. We komen dadelijk ook nog over te spreken, denk ik, hè, waarom het nu in bepaalde landen juist zich ontwikkelt. Mm-hmm. In dat kader misschien kan ik een vraag stellen. Het lijkt erop, en dat kun je misschien over vertellen, dat ebola ook als een soort biologisch wapen kan worden ingezet. En om bepaalde landen gewoon over te nemen, als je ziet dat er troepen worden verstuurd. Kun je hier eens meer over vertellen en wat hier ja, de noodzaak of reden voor zou kunnen zijn? Ja, kijk, ik heb dat ook in mijn uitzending op Phoenix al kort samengevat, maar daar had ik ook maar 3 minuten spreektijd of zo. Dus het is sowieso erg lastig om de grote lijnen te schetsen. Ja.
We weten allemaal dat we al een tijdje troepen hebben geleverd in Mali. Dat is een land wat zeg maar ook in het westelijk Afrikaans gebied ligt. Mali heeft enorm veel grondstoffen. Overigens, onder Mali zelf, onder het land, ligt een enorm watermeer waar de zoetwater op te boren valt. Dus het is eigenlijk een enorm rijk land waar meerdere grondstoffen te vinden zijn, waaronder uranium. Nou ja, we weten allemaal waar het uranium voor, naar welke industrie dat toe gaat. Dus het is enorm belangrijk, vooral voor een land als Frankrijk met enorm veel kernenergie. Nou, we zien ook wie heeft de lead in de oorlogsvoering in Mali. Dat is Frankrijk. Oude kolonie ook, toch? Ja, ook nog eens. Ja. En Nederland doet eraan mee. Nou, aansluitend op Mali ligt Guinea, Liberië en Sierra Leone. En dat zijn dan ook precies de landen waar nu de ebola-uitbraak plaatsvindt. En dan zou je kunnen zeggen van, waarom niet in andere landen? In Nigeria is er ook sprake geweest van een kleine uitbraak, maar daar voeren we al op een andere manier oorlog. Laat ik het zo zeggen, dat is een beetje te vergelijken met Al-Qaeda-ISIS, waarbij Boko Haram, de leider van Boko Haram, is gewoon een CIA-getrainde man. Die documenten vindt u op mijn site. Dus daar is sprake van oorlogsvoering. En in Nigeria weten we natuurlijk dat flink olie zit. Maar in de landen, in de genoemde landen, Sierra Leone, Liberië, dat zijn precies landen waar China nogal wat geld geïnvesteerd heeft. En hebben we het niet over kleine bedragen, hebben we het over van echt miljarden, tientallen miljarden. En hebben we het over infrastructuur in het land, we hebben het over nieuwe luchthavens, ministeries, noem maar op. Dus dat zijn geen kleine bedragen. En je ziet natuurlijk op sites die mij bekritiseren, wordt er wel eens geroepen van ja, maar in andere landen wordt ook geïnvesteerd door China. Ja, dat is waar. Suriname bijvoorbeeld ook, bauxietmijnen. Maar dat is ook de tactiek van China. China heeft de... voert een charme-offensief. Die probeert landen en bevolkingen in te palmen door gewoon te investeren in die landen. Nou, wat doen wij als Westen? We bombarderen het plat en we zeggen dat er een dictatuur is. Omdat het in de juiste volgorde zegt, we zeggen dat er een levensgevaarlijke dictator is die zijn bevolking vreselijke dingen aandoet. Neem Saddam Hussein, neem vervolgens Gaddafi, die eerst nog met al die Europese leiders op de foto stond en ze omarmde en later was het een verschrikkelijke tiran die slecht was voor zijn volk. Dus dat is wat wij doen. Wij zeggen, er zit een tiran, die mishandelt zijn volk, hij moordt ze uit, chemische wapens, noem maar op. We bombarderen plat. Gebruiken we stiekem Al-Qaeda, wat gewoon een Amerikaans CIA-vechtclubje is. En vervolgens zetten we er een wereldbank neer. Kortom, we lenen ze geld. En dan is het van ons. Nou, wat doet China? Die leent ze geen geld. Die investeert miljarden. En dat is natuurlijk een heel andere methode. En een doorn in het oog voor het Westen. Want ja, ze investeren nou net in die landen waar al die leuke grondstoffen zitten die wij ook zo graag willen hebben. We hebben wel degelijk een alibi om een land binnen te vallen. Alleen, ja, we kunnen niet blijven bombarderen. We moeten het ook verkopen in de media. Want er zijn wel een paar miljard mensen die erachter moeten staan. Anders komt het volk in opstand. Krijgen we nog meer crisis. Moeten we nog meer crisismanagement doen via de media. Dus ik zeg niet dat het te bewijzen is dat dat de reden is. Maar er is op zijn minst een alibi. Je klinkt bijna als Peter R. de Vries nou. Nee, schapje hoor. Ga verder. Ja, jij vraagt, is er een reden? Dat is die is dus nu aangetoond inderdaad, er is een alibi. Ja. Ik kan nog een andere reden noemen waarom... Dus in feite zou je kunnen zeggen dat ebola geeft een alibi om troepen te sturen, zogenaamd om ebola te bestrijden. Dat is wat de media ons verkopen. Maar goed... Waar mensen nu toch zo langzamerhand wel eens achter moeten zijn, is dat wat de media ons verkopen, wordt in de film Wag the Dog, wordt het heel mooi getoond.
Hoewel op een hele minimalistische manier, want wat mij betreft is het veel grootschaliger. En goede voorbeelden in ieder geval. Ja, en de film wordt ook nog eens gecategoriseerd in de categorie komiek. Komische films of zo, zag ik. Maar om het maar vooral, laten we zeggen, een beetje in de belachelijke hoek te plaatsen. Mm-hmm. Maar de media beschikken natuurlijk over Hollywood, techniek, Hollywood-methodes. Ze beschikken over de crisisacteurs. Ze beschikken over journalisten, nieuwslezers die volledig door de CIA getraind zijn en weten hoe ze aan perceptiemanagement moeten doen. Dus de media laat ons een beeld zien van de realiteit, die niet de realiteit is, maar u gelooft het nou eenmaal. Mensen geloven het nou eenmaal, omdat ja, bij Nieuwsuur zien we zo'n prachtige studio met mahoniehouten tafels en beeldschermen die oppoppen en serieus kijkende heren in pak die enorm goed kunnen praten zonder te stotteren. En ook de juiste vragen stellen. Dan komen er ook nog eens criticasters bij die dat verhaal ondersteunen. Maar ja, goed. En het valt moeilijk te geloven dat het allemaal geacteerd is. En dat dat allemaal moet gebeuren om de perceptie van het volk te sturen. Maar wat Hollywood kan met een film. Kunnen de perceptiemanagers van de media, van het nieuws, kunnen dat natuurlijk ook. En dus moeten we af van het idee dat wat het nieuws ons meldt, dat het ook de waarheid is. We zien mensen in pakken, zien we lijken wegslepen. We zien mensen in beschermende kleding op een vliegveld een man in een afgeschermde koker uit het vliegtuig halen. Maar oh, er staat toevallig wel een piloot en er staan wel twee heren zonder beschermende kleding. En we hebben ook nog het mannetje met het mapje gezien. Hij heeft zelfs nog in de Telegraaf gestaan. Clipboard guy, ja. Ja, met het clipboard onbeschermd naast het transport van het die ebola-patiënt komt te staan. In Afrika zien we het ook, hè? Dus wat laten de media zien? Hele indrukwekkende beelden van mensen die beginnen te huilen en dan zie je mensen in beschermende kleding. Maar alle omstanders hebben geen beschermende kleding. Dus ja, ga er eens doorheen prikken. Het klopt niet. We hebben ook de crisisacteurs gezien, hè? We hebben zelfs gezien hoe een jong jongetje lachend naar zijn plek loopt en dan in een houding van bijna dood gaat liggen. En ja, men is vergeten dat stukje dat hij loopt te lachen eruit te knippen. Ja, ik weet niet of jij nog voorbeelden kan noemen. Nou, misschien goed om even duidelijk te maken dat mensen deze filmpjes dus niet zien in het journaal of in Nieuwsuur. Of je moet daarvoor bij alternatieve media zijn. En dan moet je er ook nog eens rekening mee houden dat er een hoop alternatieve media gecontroleerd zijn. Dus die komen ook met de angst, hè, Infowars van Alex Jones, Daboo, Seven en dan YouTuber. Dus aan alle kanten wordt die angst gepusht eigenlijk. Ja. En mensen staan er niet bij stil inderdaad. Dat geloof ik ook veel verder terug. Als je van jongs af aan al door je ouders verteld krijgt van nou, het journaal gaat nu aan en dan krijgen we te horen wat er aan de hand is in de wereld. Dus van jongs af aan heb je dat geloof al ingeprogrammeerd gekregen. En inderdaad, dan krijg je ook nog eens die NLP-technieken eroverheen. Er zijn jullie geen ontkomen aan, behalve wakker worden. Precies, en tijdens het wakker worden moet je ook nog uitkijken voor de enorme grote hoeveelheden door de CIA en geheime diensten opgezette, gecontroleerde alternatieve media sites. En agenten van de CIA, ik las gisteren nog een artikel over, een artikel wat gelekt is door Edward Snowden. Dat wilde ik eigenlijk nog te plaatsen, maar ja, ik kom bijna handen en voeten tekort, waarin die laat zien dat de diensten zeg maar daadwerkelijk opdracht geven om mensen in het veld te zetten in de alternatieve media te laten reageren op sites. Als een site meer dan 10.000 bezoekers heeft, dat ze dan DDoS aanvallen uitvoeren. Nou, dat komt in mijn geval dagelijks voor. Ja. Mensen zien het, dat mijn site regelmatig plat is. Mensen die mij lastigvallen, mijn naam besmeuren, proberen zwart te maken, onderuit te halen met smaad en laster. Dat is dus allemaal gecontroleerd door de CIA en ook moet je uitkijken voor berichten vanuit die gecontroleerde alternatieve media die lijken op onthulling van de waarheid, maar bewust in het veld gebracht worden om die onthulling juist in de belachelijke hoek te plaatsen. Ja. We hebben wat dat betreft een voorbeeld gezien van een disinfo-site die zegt dat er RIVD-chips in een vaccin gestopt zouden worden. Maar goed, daar komen we wellicht later even op terug, want
Ik denk dat we eerst even verder moeten inzoomen op de redenen waarom dat ebola zo gehyped wordt. Nou, we hebben eerst al genoemd dat die landen in Westelijk Afrika aansluitend op Mali, dat die belangrijk zijn, strategische ligging, grondstoffen, noem maar op, de investeringen van China. Een ander punt is dat het side-effect van het inboezemen van angst van de wereldbevolking. Een virus is iets wat een grensoverschrijdend probleem is. Het houdt zich niet aan landsgrenzen. Het kan via een rivier of via overdracht van mensen of reizende mensen kan dat verspreid worden. En dat is precies wat men nu lijkt te willen pushen. Waarom worden de grenzen niet dichtgegooid bijvoorbeeld? Nou, de directeur van het CDC zegt ja, maar als we de grenzen open houden kunnen we het beter in de gaten houden. Waarom mogen mensen die in aanraking zijn geweest met ebola-patiënten toch een binnenlandse vlucht nemen? Inmiddels zien we een heel belangrijk punt, dat hebben we ook gezien op de gecontroleerde oppositiesite Infowars.com, dat men de incubatietijd van het ebola-virus verlengd heeft van 21 dagen naar 42 dagen. Dus dat wil zeggen dat al die mensen die na 21 dagen vrijgegeven zijn en nog 21 dagen bij krijgen waarop ze mensen kunnen besmetten, en die lopen allemaal los rond. Het lijkt er wel op alsof ze dus bewust het gevaar willen pushen. Hè, dus ja. Oké, mensen, ja, de verbinding viel hier even weg. Techniek laat even wat afweten. Mijn PC is ook niet al te vlot. Dus ik zou zeggen, als u de kans ziet om te doneren, dan kunnen we misschien eens een andere, snellere jongen aanschaffen. Maar ik wil nog even verder gaan op dat ebola-verhaal, waarom dat zo gepusht wordt. Dat is toch denk ik ook een tweede reden naast mogelijk landje pikken, dus China uit dat gebied drijven. Ook het wereldwijd pushen van de angst van u kunt besmet worden met ebola en oh, we hebben ons vergist in de incubatietijd. Het blijkt toch 21 dagen langer te zijn, namelijk 42 dagen. En oh, misschien is het ook wel airborne, levensgevaarlijk. Probeert men toe te werken, wat mij betreft, naar het pushen van vaccinatie. En excuus dat mijn beeld van nu en dan blijft hangen. En, ja, daar is hij weer. In ieder geval, dat is dus wellicht de reden dat men dit ook zo hypt, omdat men vaccinaties wil pushen. En ja, een belangrijke vraag daarbij is, waarom? Waarom zou men zo nodig vaccinaties willen pushen? Nou ja, aan de ene kant, dat heb ik ook genoemd in het Felix interview, heel kort, maar dat een grensoverschrijdend probleem natuurlijk een grensoverschrijdende aanpak vergt. En dat is een mogelijke roadmap, een extra roadmap richting wereldregering, wat mij betreft. Maar wellicht nog veel belangrijker is, als men dat dan probeert te pushen, dan zou er mogelijk veel meer kunnen zitten in dat vaccin. Wat zou dat dan mogelijk kunnen zijn? Nou, ik heb al eerder genoemd de disinfo-sites die dan zaken belachelijk maken als er zit een RFID-chip in dat vaccin. Nou ja, dat werd dan bewust geplaatst op een site die bekend staat als grappen maken. Maar een RFID-chip in een vaccin plaatsen is natuurlijk een beetje lastig. Maar wat wel kan, en daarvoor moet men meer weten van de stand van de technologie dan men in de media ziet en in de populaire programma's als Discovery Channel. Men is al in staat om met nanotechnologie bepaalde modificaties te doen aan het lichaam. Ray Kurzweil, een van de hoogste mensen, technische man, CTO, als ik me niet vergis, van Google. Dat is een transhumanist die zegt dat we in 2045 onsterfelijk kunnen zijn. Nou, dat is wellicht nog een beetje een utopie voor velen, maar wat hij ook zegt, en we hebben het wel, let wel over een van de hoogste mensen van Google, dus die kramen dit niet zomaar uit. Want ook de topman van Google zei al, over 5 jaar heeft iedereen een chip in zijn hoofd. Dat was in 2013. Ray Kurzweil gaf bijvoorbeeld aan dat we nu al in staat zijn om rode bloedcellen te genereren via nanotechnologie.
die ervoor zorgen dat we 20 keer zoveel zuurstofoverdracht hebben. Waarbij hij opmerkte dat de opmerking, schat, ik zit in het zwembad, wel heel erg letterlijk opgevat kan worden tegen die tijd, want dan kun je een half uur lang je adem inhouden. En het is ook ideaal voor topsporters, het is ook ideaal voor mensen die gevoelig zijn voor hartkwalen. Want als je een hartstilstand krijgt en je hebt rode bloedcellen in je lichaam die het zuurstof gedoseerd afgeven, dan kun je een half uur lang overleven zonder dat je hart hoeft te pompen. Oftewel, met nanotechnologie is heel veel mogelijk. Michio Kaku, die Japaner met het grijze haar, ook vaak voor Discovery Channel, die zegt bijvoorbeeld dat we kankercellen kunnen aanvallen door ze via eiwitten te programmeren en nanotechnologie mee te geven die specifieke kankercellen alleen aanvallen. Op Stijf Eindhoven wordt ook al gewoon openlijk toegegeven dat we kankercellen gewoon aan kunnen vallen met nanotechnologie. Dus in principe zou je kunnen denken, is kanker al te genezen? Alleen het moet natuurlijk allemaal nog gepatenteerd worden en de vraag is hoe lang dat nog gaat duren. Maar en mogelijk is het er al lang en wordt het gewoon niet in de wereld gebracht om redenen die alleen conspiracy theorists durven te noemen. Maar nanotechnologie, technologie is tot heel veel in staat. En je zou kunnen zeggen dat er mogelijk dus nanotechnologie in dat virus, in dat vaccin zit. En dat dat de reden is waarom mensen ook dat vaccinatieprogramma wil pushen. Dat iedereen maar gevaccineerd wordt. Want ja, je hebt nu eenmaal het grensoverschrijdende probleem van het ebola-virus. Dus je hebt een grensoverschrijdende aanpak nodig. Verplichte vaccinatie. En men lijkt al jaren te pushen richting verplichte vaccinatie. Want ook in Nederland zagen we met de Bible Belt en de uitbraak van ik ben even de naam van de ziekte kwijt. Mazelen. Dat er heel erg gepusht werd richting vaccineren. Dus er lijkt een noodzaak te zijn dat mensen graag wil vaccineren vanuit overheden. En ik ben wel degelijk ongerust over de mogelijkheid van nanotechnologie dat men neurotransmitters aan wil vallen en bepaalde kritische denkcentra uit wil schakelen. Ik kan het allemaal onderbouwen met artikelen die ik ook meestal plaats in de blauwe linkjes op mijn site. Dus enerzijds neurotransmitters uitschakelen waardoor mensen minder kritisch worden. Anderzijds neurotransmitters inderdaad nanobots geven die ons wifi gevoelig maken, waardoor onze hersenen, zoals we nu al de Google Glass kunnen aansturen met onze hersenen, omgekeerd ook aangestuurd kunnen worden via het internet. En voilà, de infrastructuur ligt er al. Want het NSA en het internet en het G4-netwerken liggen allemaal klaar. En we hebben allemaal de smartphone waarmee we fulltime online zijn. We hebben straks allemaal een Google Glass. Steeds meer mensen zullen zo'n ding kopen omdat het nou helemaal hip is. En je skivakantie zo leuk kunt filmen. Dus we komen steeds dichter richting de androïde mens. En ook dat is opmerkelijk, want ik riep al tegen mijn zwager, die vrij hoog is bij een bedrijf dat de chips bouwt voor de iPhone en andere smartphones. Vroeg ik al aan ik weet eigenlijk niet precies hoe lang geleden, maar laten we zeggen 10, 12 jaar geleden, van waarom heeft Google dat besturingssysteem eigenlijk Android genoemd? Ik wist daar geen antwoord op, maar laten we zeggen, what's in the name? Nou, in dit geval is all in the name. Want Android is androïde, dat betekent half mens, half computer. En als de hoogste man van de technische afdeling, technisch directeur, CTO van Google, ook nog eens een transhumanist is, 1 en 1 is 2. Het besturingssysteem heet androïde. En de hoogste man van Google wil de androïde weg. Androïde mens, de transhumane mens. Mensen, dat is waar men naartoe wil. Dat is het grote gevaar van deze ebola-hype. Oké. Misschien is het goed, want je wijdt nu inderdaad uit in de richting van het transhumanisme. Mm-hmm. Misschien goed om maar eventjes naar ebola terug te gaan en even de machtspyramide erbij te pakken. Omdat we natuurlijk bij mensen uitkomen als Ray Kurzweil en bijvoorbeeld Bill en Melinda Gates die heel veel geld stoppen in het hele ebola-project. Ja. Waar zijn we nou naar aan het kijken? Welke machtslagen, als je het hebt over bijvoorbeeld over ze of degene die dit bedenken en uitvoeren,
Kun je schetsen voor de kijkers en luisteraars wie je dan precies bedoelt met ze en hoe die piramide er een beetje uitziet? Ja, ik heb al eerder aangegeven dat het wat mij betreft nuttig is om daar een keer een aparte sessie, een apart filmpje aan te wijden. Omdat we hebben veel, horen we de term Illuminati. Dat is een term die we veel terugzien in de muziekindustrie, in de filmindustrie. Barst van het tekenen, van het piramidetekens, van het alziende oog. Maar uiteindelijk draait het allemaal om een kleine groep achter de schermen. Een zionistische machtslobby waar het grote geld in handen is. Van families als de Rothschilds, de Rockefellers, noem maar op. Die binnen de regeringen hun marionetten hebben zitten. Dat zijn eigenlijk allemaal poppen die beheerd worden door de poppenspelers. Zij zijn de marionetten. En ook iemand als Obama en laten zich alle wereldleiders dansen naar de poppen van deze marionetspelers. En wat mij betreft zit daar een judaïstische, als ik het helemaal formuleer, is het een argontische, hybride, judaïstische bloedlijn afkomstig uit het oude Babylonië, Egypte. Van de priester, hoge priesterorde van Mozes, die overigens zijn broer en al zijn nageslacht uitmoorde. Dus zo vredelievend was die ook niet. Die judaïstische bloedlijnen, zionistische bloedlijnen, zo u wilt, bestieren de hele wereld, bestieren alle hooggeplaatsten in de regering, in het bedrijfsleven. De American Dream, zoals George Carlin al zei, you have to be asleep to believe it. Iedereen in de hoge posities wordt gepusht en door marketingverhalen en interessante boeken geloven wij dat ze groot geworden zijn met een American Dream. Het is allemaal gecontroleerd. En alle technologie van Microsoft, Apple, Facebook en al die jongens die dat zo fantastisch bedacht hebben in een garageschuurtje. Dat zijn allemaal marketingverhalen, Hollywood-producties die moeten doen geloven dat het echt is. De American Dream bestaat niet. Het is technologie die gepoest wordt vanuit de machtslobby om het volk in een mind control web te krijgen. En ik denk dat wat dat betreft misschien we daar dus inderdaad een keer een apart filmpje aan moeten wijden. En ik hoop dat mensen zo'n goede samenvatting hebben gekregen van mijn visie op dit ebola-verhaal. Ik hoop het ook. Ik denk het eigenlijk wel. De reden dat ik dat nog vroeg om aan jou om even aan te geven wie je denkt dat dan de mensen zijn die bestieren, is omdat je natuurlijk ook aangeeft van nou, dit hele ebola zou gebruikt kunnen worden om naar een wereldregering te streven. Ja. Een van de mogelijkheden die daarvoor wordt ingezet. En mensen zouden zich kunnen afvragen van ja, wie wil dan die wereldregering? Dus dat heb je nu mooi toegelicht. Misschien goed om het een beetje samen te vatten. Dus eigenlijk de hele dreiging, de crisis om ebola heen, is voornamelijk geanceneerd. Mm-hmm. Ook daar komen weer die crisisacteurs bij kijken in Afrikaanse landen. We hebben het gehad over de mogelijke redenen van die hype. Hè, dus het pushen van de vaccinatieprogramma's. Mm-hmm. Uiteindelijk mensen zover krijgen dat ze die inderdaad accepteren, die vaccinaties. Een soort biologisch wapen om China dwars te zitten in Afrika. Troepen daar naartoe te sturen. En ze zijn nog een aantal hogere bekomstigheden, zeg maar, als het vorm van een wereldregering. Ja. Ja. Wil je verder nog iets over kwijt op dit moment? Nee, het belangrijkste is denk ik dat mensen moeten gaan beseffen dat de media glashard liegt en dat het perceptiemanagers zijn. En dat we zelf weer moeten gaan denken. Daarom heb ik ook als spreuk onder mijn site op de titel staan. Question authority, think for yourself. En dat lijkt mij het beste statement altijd. Laten we daarmee afsluiten.